Na school helpt Chrismond samen met zijn broer zijn vader op het land. Ze planten en dat verkopen ze. Mijn ouders werken aan landbouw om aan geld te komen. We verkopen allerlei mensen in de stad. Ze komen kopen. Een deel van wat ze verdienen sturen ze naar familie in Haiti. We sturen dat geld naar mijn oma, mijn opa. Zelf heeft Chrismond nooit in Haiti gewoond. Hij is ook nooit op vakantie geweest. Maar zijn vader weet nog precies hoe het er vroeger was. Sanam abetre no na Haiti. Omdat Sanam, je kan waka. Olati uani. Je kan zien dat je young free. Dat je niet een probleem. De inabi fayanti go kom, kidnapping you go, doen facie. Nu de aardbeving is geweest, maken ze zich erg zorgen over de familie. Ik voel me zo verdrietig, want mijn neef is vorig jaar gegaan. Hij is nog niet gekomen. Ik weet niet wat met hem is gebeurd. Mijn neef, mijn broers en zusters. Maar zodra de telefoonverbindingen beter zijn, hopen ze contact met de familie te krijgen.